Hey, hallo daar. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik sinds gisteravond de Sims 4 Creator Sim Demo. En ik dacht, hey jongens, jullie willen daar vast een filmpje over zien. En ik wil heel graag mijn eigen zelf sim maken. Dus, dat ga ik doen. Niet iedereen heeft de demo, zoals jullie misschien weten. Ik zal er even een stukje over vertellen voor degene die dat niet weten. De demo krijg je random op je Origin-account gestuurd. En ik weet niet meer precies welke datum, ergens in augustus, volgens mij de 12e of zo. Dan krijgt iedereen de demo. Maar voor nu zijn er maar steeds random mensen die de demo krijgen. En dat is over de hele wereld, dus... Je moet echt geluk hebben, wil je hem krijgen. Nou, ik heb gelukkig die geluk. Ik was heel blij toen ik het zag. Ik heb er ook al heel eventjes mee gespeeld. En ja, we gaan beginnen. Wat ik ook nog even wil vertellen... Grashy, je baan zeer stoor. Is, wij hebben hier thuis wat internetproblemen. Dat gaat eigenlijk al een weekje. En we zijn er net achter gekomen dat onze modem kapot is. Ik baal daar natuurlijk ontzettend van. Want geen internet betekent dat ik mijn filmpjes, dus dit filmpje, niet kan uploaden. En we zijn op dit moment bezig om te zorgen dat er een nieuwe modem komt. Maar wanneer die komt, dat weet ik niet. Dus ik hoop dat ik het filmpje dezelfde dag nog online kan zetten. Maar het kan ook zijn dat dit filmpje... dat het nog even duurt. En daarnaast, ik ga aankomend weekend een weekendje weg. En ik ga proberen om via mijn tablet nu een filmpje online te zetten. Maar ik weet niet of het lukt. Ik heb daar wel internet, dus dat scheelt dan alweer. Want hier heb ik dan geen internet, maar daar dan wel. Dus misschien komen er wel twee filmpjes in één keer online. I don't know. En daarnaast, jongens, hoe is jullie vakantie? Hier is het echt super lekker weer. Misschien hoor je ook mijn ventilator achteren. Want het is hier ontzettend warm, dus ik heb mijn ventilator aan. Want het is hier echt anders niet te harder. En ja, ik werk ontzettend veel en de dagen die ik vrij heb, ja, dan geniet ik van het weer en doe ik leuke dingen. Daardoor ook geen Minecraft filmpjes online. Ik weet dat jullie, sommigen van jullie dat niet leuk vinden. Maar, jongens, ik heb ook een beetje vakantie. Ik moet heel veel werken. Vanaf volgende week werk ik 6 dagen in de week. En... zit ik niet achter mijn computer. En met dit mooie weer wil ik ook helemaal niet achter de computer zitten. Want het is nu zomervakantie, jongens. Weet, over een maand of twee zitten we weer in regen en kou. Dan is er nog genoeg tijd om achter de computer te zitten, toch? Dus ik geniet niet van het lekkere weer. Ik hoop dat jullie dat ook kunnen doen. Of dat jullie lekker op vakantie zijn. En daarom zul je ook merken dat veel van mijn filmpjes vooruit zijn opgenomen. Omdat ik probeer zoveel mogelijk... van mijn vrije dagen te genieten. Want ja, in september begint alles weer. En dan heb ik helemaal geen vrije dagen meer. Maar hey, wij gaan mijzelf creëren. Of tenminste, ik ga mezelf creëren. En ik heb er van mijzelf een... moet ik even zoeken hoor. Een foto gemaakt. En die kan ik op mijn tablet ophalen. Want die had ik met mijn tablet gemaakt. En here it is. En dan ga ik me vanzelf een beetje spieken bij de foto. Want ja, ik weet natuurlijk wel hoe ik eruit zie, maar kan je even spieken. Nou, met de demo kun je alleen jongvolwassenen sims maken. Hallo, ik heet Marie. Sim. En ik ben een vrouw. Yip het aan mij, de winnaar. How are you? You're babe. Pretty good arma. A charisma. A maybe. What's shway? Niba hawa. Ufra. Ruby. Kasara. Lagar S.U. Web. Oeh, wel heel. Wexa. Bornadu. Wobbyazar. Dit moet lief zijn, maar ik vind het niet lief. Ik vind het heel laag. Arishu. Ik denk dat ik een beetje bij melodieus en zangerig in zit. Ja, ik doe deze. Nou, ik ga eerst mezelf maken. En dan ga ik daarna de treats en zo doen.
En laten we beginnen met het haar. Ik ben blond. Nee, ik ben niet zo blond. Ik ben dit ook niet. Ja, ik denk dat ik iets van dit ben. Ik heb mijn haar in laagjes. Het lijkt wel een beetje op deze. Want ik heb het ook niet lang. Ik heb het ongeveer tot mijn schouders. Nee, dit heb ik niet. Ja, dit lijkt wel op. Want ik heb inderdaad zo een beetje die lokken. Alleen zijn ze al langer gegroeid. Dus ze kunnen weer bij mijn staart in. Want ik draag echt over het algemeen heel veel een staart. Ja, deze heeft er wel een beetje van. Ja, dit is net te kort. En ik heb het niet zo stijl. Dit is het sowieso niet. Deze zou het ook kunnen zijn. Maar dan is alles meer op één lengte. En ik heb het echt wel in laagjes. Nee, dit ben ik sowieso niet. Nee, ook niet. Dat ben ik ook niet. Ik ga voor deze, denk ik. Ik heb best wel donkerblond haar, maar nu door de zomer is mijn haar eigenlijk heel licht geworden. Nou, ik denk dat ik op deze kleur zit, want dit is echt tegen rood ruin aan, zeg maar. Ik kan mijn haar blauw doen. Weten jullie dat trouwens al? Volg je Sims netwerk al? Zo nee. Als je het een leuk kanaal vindt, ik ben er ook op te horen. Doe het dan. Het is wel Engels, omdat het Sims netwerk is een internationaal kanaal. En pink. Lavender is dit. En ja, hoe zeg je dat? Rosanna die heeft nu op dit moment gezegd van... Hey jongens, haal ik 1000 abonnees voordat de Sims 4 uitkomt, verf ik mijn haar blauw. En jongens, ik weet, zij doet het, want ze heeft haar ook al roze gehad. Dus ze doet het gewoon. En ze heeft zelfs de verf al besteld volgens mij. Dus volg het haar, zo gauw zij de 1000 abonnees heeft, verf ze haar haar blauw. En ik vind het zelf echt ontzettend cool dat ze dat gaat doen. Alright. Dit is dus het... We gaan even verder hoor. Dit is dus mijn kapsel voor mijn haar. En nu gaan we gedetailleerd werken. En gedetailleerd werken... Dan kan je dus alles echt met de hand bewerken. En ik vind dat best lastig, moet ik zeggen. Want mijn wenkbrauwen, die zijn... Ietsje meer omhoog. Nee, niet buigen, want ik heb niet van die... Nee, dit ben ik niet. Mijn wenkbrauwen zijn lager. Nee, niet zo laag. En mijn voorhoofd. Ik heb best wel een... Ja, ik heb een bult op mijn hoofd. Ja, het klinkt misschien gek, maar ik heb echt een bult op mijn hoofd. Sommigen zeggen zelfs dat ik er twee heb, maar ik heb echt een bult op mijn hoofd. Ik weet niet hoe die er komt, maar die heb ik gewoon al vanaf mijn geboorte volgens mij. Ik heb een kort gezicht. Ik ben niet heel... Ik heb een lang voorhoofd. Mijn voorhoofd is lang. Maar dan is dit zeg maar wel weer kort. En ik heb ook een heel rond gezicht. Mijn ogen zijn ietsje... dunner. Thank you.
Ja, ik heb al een beetje van dit. Nou, laat ik eerst even de grote lijnen doen, want het wordt wel heel lastig zo. Nee, dit ben ik echt nog helemaal niet. Oké. Okay. In elk geval wil ik het kapsel bij sportief in een staart, want ik heb mijn haar altijd in een staart. Of in een knotje. Ik heb niet zulk lang haar. Kijk, je kan zelfs een nek veranderen. Ook jongens, dit is een demo. Dus ik heb zo het idee dat er nog wel eens meer kleren en kapsels zouden kunnen zijn, zeg maar. Oh, dit is wel een mooie. Ja, dit is een beetje hoe ik mijn haar heb, alleen heb ik geen vlecht. Dus dan wordt het een knotje. Maar goed, we gaan terug naar alledaags. En... we gaan met de wenkbrauwen beginnen. Ik ga even kijken, want mijn wenkbrauwen die zijn best wel, ja, hoe zeg je dat? Ik heb geen mooie wenkbrauwen, laten we het zo zeggen. Ik vind ze niet mooi. Oh, dat kan je ook doen. Ik heb meer een beetje van dit. Dit een beetje en ik heb dan... ja, ze zijn niet scherp of zo. Ja, dit is het ook niet. Ik denk dat dit een heel lang filmpje gaat worden, jongens. Dus als je alleen het eindresultaat wil zien, klik dan even door tot het einde. Meer een beetje dit. En ik heb een zwart-wit foto van mezelf gepakt. Dus ik pak nou even een kleurfoto. Want ik heb net deze tablet gekocht. Ik ben heel blij met mijn tablet, jongens. Ik heb een Samsung tablet gekocht. Ze zijn recht. Dus dit, hè. Staat meer naar beneden. En dan staat dit... meer omhoog. Ja, dit is rechter nog. Ik weet niet of ik dat... want ik krijg alleen dit of... dit. Nee, ik heb een hoog voorhoofd, dus mijn ogen staan laag. Oh, nog wel een beetje lager misschien. Zo. Ik heb hier wel zoiets van ruimte tussen, maar ik weet niet, mijn wenkbrauwen zijn dunner of zo. Ik heb ook hele lichte wenkbrauwen, je ziet ze door de zon nu ook, omdat mijn haar heel erg blond is geworden, bijna niet zien. Je ziet ze gewoon bijna niet. Lastig hoor, nog wel, om jezelf zo gedetailleerd te maken, want ik ben wel iemand... die dan, als ik mezelf zou maken, dan doe ik het natuurlijk ook goed. Even kijken. Misschien dat ik even de camera aan kan zetten voor mezelf. Om ze nog eens goed te bekijken. Oh, en ik baal echt dat we geen internet hebben, jongens. Want... nou, ik kan het bijna niet zien, want ze zijn echt... Thank you.
Mijn wenkbrauwen zijn echt heel licht geworden. Hey, ik heb normaal veel donkerere wenkbrauwen. Ja, dat krijg je. Ik werk in de zon. En als ik vrij ben, zit ik in de zon. Dus dat is best logisch. Ja. Misschien hebben ze toch wel een beetje meer van dit. Alleen zijn ze dan wat dikker. En ik heb ook een beetje van die. Want dit staat lager dan. Want deze zijn te dik. Dat is ook niet zo, want ik heb niet hier zo'n. Ik heb niet zo'n. Ja, ik heb meer zoiets. Alleen dan heb ik ze dunner. Misschien dit. I don't know. Want bij mij is hier heel veel, zeg maar. En dan heb je hier wat minder. Dit zijn de ogen. Kijk dan wat je daarmee kan doen. Dikke alien ogen. Nee, we gaan even verder met de wenkbrauw, want daar waren we. Misschien moet ik het toch maar bij deze laten. Deze hebben meer de vorm. Ik doe deze, want deze hebben meer de vorm. En dan... Ik zie iets omhoog. Alright. Ik laat het eerst zo staan. Ogen. Ik heb... Een beetje... Ja, blauw-grijze ogen. Eigenlijk zit ik tussen deze twee kleuren in. Ik houd eerst even deze kleur, maar misschien dat ik het toch wel doordoe naar deze nog. Maar deze kleur hou ik het eerst maar bij. En... Ik heb... Eigenlijk hele... Oh nee, dit ben ik nou ook weer niet. Dit zijn wel hele grote ogen. Dit zijn Chinese ogen. Ik heb geen hele grote wimpers, maar... Ik krul mijn wimpers. Of ik krul mijn wimpers als ik mascara opdoe. En dat doe ik nu bijna niet, omdat het mooi weer is en ik zwem. Dan doe ik... Dan zijn ze goed te zien, maar anders niet, want ik heb lichte wimpers. Dit is te groot, een beetje... Ja, zoiets. En dan is mijn ooghoek meer zo. Dit onderste is best wel dik en het bovenste is een beetje... Ik heb dit niet. Het is echt te veel of zo. Misschien even een andere basisoog pakken. Ja, ik heb het een beetje zoals dit. Oh, mijn tablet viel om.
Ik heb hem in zo'n houdertje dat hij staat. Kan hij ook even... Ik heb zo'n 350, 60 graden houdertje. Oh, kijk. Zo staat hij beter. Dit onderste heb ik heel dik. Even kijken hoor. Dit is toch best wel lastig. Misschien als ik het hiermee ga doen. Kijk, je kan zelfs de oogbollen verkleinen. Maar ik heb best wel redelijk grote oogbollen. Tenminste, het vult wel mijn kas. Hoe groot kan je die dingen eigenlijk doen? Oh kijk, dit kan je zo omhoog en naar beneden doen. Ik heb ze ongeveer. Ja, zoiets. Ja, je ziet hier te veel van. Ik heb wel meer dit. Nou zijn mijn ogen dan kleiner. En rechter. Ik heb zo meer. En dan doen we nu op gedetailleerd werken. Kijk naar hoe groot je het kan doen. Wow. Looks like an alien. Zo groot zijn mijn oogbollen niet hoor. Ik zit meer op dit niveau, denk ik. Ja, een beetje zo. Dit is wel heel klein. Zo. Ik wil niet zo van die grote oogbollen. Ik wil ze kleiner. Alleen zie je mijn wimpers dus niet zo. Maar dit zijn echt Chinese ogen. Ik vind het ook Chinese ogen. En als ik er make-up bij op doe dan, als ik dit doe. Laten we eens even kijken wat je dan ziet. Nou draag ik geen make-up. Weet je wat we ook moeten doen? Mijn huidskleur, bedenk ik me net. Ik ben een bleekscheet. Nee, dit ben ik echt niet. Ik ben op dit moment echt heel bruin. En ik ben een beetje tegen het rode aan. Even kijken hoor. Ik denk dat ik dit ben normaal. Ik ben nu een beetje dit. Dit is echt geel. Ik denk dat ik dit ben. Maar goed, we waren met de ogen bezig. Oh, die make-up moet er even weer af, want dan kan ik er niks van zien anders. Zo.
Sorry jongens, het wordt echt een heel lang filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk blijven vinden om te kijken. Anders scroll gewoon naar het einde en kijk dan het eindresultaat. Mijn ogen zijn volgens mij ietsje groter. Ik vind het moeilijk, want ik heb gewoon blonde wimpers en daarom zie je ze niet, maar ik heb ze wel. Ja, ik heb meer een beetje van dit soort wimpers. Dat je ze wel ziet, maar een klein beetje. Hier kan ik wat mee, alright. Je kan echt, volgens mij kan je echt de gekste sims maken die je maar wil. Oh. Mijn ogen zijn ietsje, niet zo huge, maar ietsje langer. Even kijken dan, hoe moet ik... Dit is ongeveer wel oké. Mijn oogbollen zijn ongeveer ook even goed. Ik heb alleen hier meer ruimte. Ik heb echt hier meer... Misschien staan ze wel wat meer omhoog dan. Nee, dat is het ook niet. Ik heb echt zo'n rondje. Mugje voor mijn neus. Dit is weer inderdaad wat meer recht bij mij. En dan heb ik dit. Dat is ongeveer wel goed. Ja, een beetje zo. Ja, mijn oogbollen zijn dit. Helemaal perfectos. Ik laat het eerst even zo. Want ik wil eigenlijk even... Misschien is het handig om eerst de rest van mijn hoofd te doen. Ik heb echt een rond hoofd. Ik ben echt rond... En ik heb van die kuiltjes hier. Hoe zeg je dat? Ik heb hier bij mijn neus van die kuiltjes. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik heb ook geen grote kin. Beetje zo. En mijn wangen ietsje terug. Als ik lach, krijg ik van die dingen bij je neus. Misschien als ik op de neus knik, dat je dat dan ziet en krijgt. Ik heb een beetje dat je dit ziet.
Volgens mij ook best wel bolle wangen. Het is bij mij wel allemaal in één lijn. Of zo. Kijk hoe dik. Dit zijn van die ingevallen wangetjes. Ik wil hier mee slepen. Nog best lastig dit, jongens, hoor. Echt. Poeh. Ik denk dat dit filmpje wel langer dan een uur gaat duren. I'm sorry. Er zit nu zo'n rare hoek in, man. Hier zit zo'n rare hoek. Nou ja, zoals jullie in elk geval kunnen zien, ben je echt heel lang bezig met het maken van je eigen sim. Ik heb het zo, vanaf hier zo, en dan recht. En dat wil niet. Ik wil... Ja, want ik heb nu dit. Misschien moet ik het wat omhoog trekken. Ik heb echt bolle wangen. Ik ben wel iets langer eigenlijk. Hoe deed ik dat nog maar? Alleen deze plukken zijn bij mij langer geworden. Die vallen al bij mij over tot mijn neus, zeg maar. Ik heb dus best een... Ik heb een ronde kin. Zoals dit is dan echt zo'n... Ik heb meer een beetje dit. En dan mijn nek... is me dit. Want ik ben geen dikzak. Tenminste... Ik krijg altijd te horen... Oh, eet jij maar op. Jij kan het wel hebben. Mijn neus. Daar gaan we ook eens wat aan doen. Ik heb wel zo'n gleufje. Mijn neus is niet breed. En mijn neus... Ja, mijn neus gaat te staan een beetje zo omhoog. En dan is mijn neus, denk ik, iets korter. Ja, een beetje zo, dan ietsje langer. Oh, kijk dan. Zo'n neus heb ik niet. Bij mij kan je een beetje meer zo kijken.
Ik denk dat het heel lang gaat duren voordat ik tevreden ben. Dus jongens, heb je nog even met kijken? Mijn neus is wel ietsje breder. Mijn neusbrug is wat breder. Dan heb ik hier van die... ja, kuilen. Oh nee. Ik had meer dit. Even kijken, als ik op gedetailleerd werk klik, wat we dan kunnen doen. Neusbrug groter en kleiner maken. Maar je kan hem ook naar beneden laten wijzen. Zo maak je je neusbrug groter. Nou snap ik het. Ja, ik heb een beetje meer zo en dan. Dit moet nog ietsje kleiner, maar. Dit is, ja. En mijn neus is al zo, maar dit moet kleiner. Dit is op zich goed. Dan moet ik het dan kleiner maken. Nee, mijn neusvleugels zijn wel groter. Alleen gaat dit dan zo mee? Dat wil ik niet. Want dat heb ik niet. Nou, ik laat hem eerst even op zo. Dit klopt ook nog niet helemaal. Dit is... lastig. Mijn mond. Ik heb een... mijn bovenlip is heel dun. Mijn onderlip is dikker. Lengte is ongeveer goed. Want ja, ik heb zoiets en mijn onderlip is dan meer zoiets. Alleen mijn onderlip heeft niet zo'n kuiltje. Hoe krijg ik dat kuiltje dan weer weg? Lengte is goed.
Misschien moet ik deze even pakken. Ik heb namelijk helemaal geen dunne mond. Ik heb wel langer. Mijn mond staat een beetje recht. Zo. Ja, het begint al een beetje te lijken, maar ik vind het nog niet helemaal. Laten we in elk geval even met het lichaam bezig gaan. Lichaam. Nou jongens, ik ben ongeveer dit. En dan, als je tatoeages doet, kijk, dan kan je... even te zien zeg maar, hoe je eruit ziet, want ik heb geen tatoeages. Hey, I don't want that. Ik wil even zien hoe dit eruit ziet. Pando. Kijk, hier, dit zijn de sliders. Hier kan je dus de gespierdheid en zo mee meten. Nou, ik ben een beetje van dit. Ja, een beetje die. Zo. Oeh, panza. Ik heb niet echt een gespierde... Mijn bovenbenen zijn best wel groot. Ik heb hele sterke bovenbenen. Ik heb ook hele dikke kuiten. Dat krijg je als je een sporter bent, hè? Pando! Ik zit echt een beetje tussenin. En dan mijn armen. Ik heb wel stevige armen. Ik heb niet zo'n grote cupmaat, jongens. Hoe krijg je dit dan kleiner? Oh, nou, dit heb ik echt niet. Dit lijkt er meer op. Ja, dit is wel mijn lichaam. Maar mijn voeten, daar ga ik niet naar kijken. Want ik heb niet zo'n grote voeten. Mijn schouders, dat klopt ongeveer wel. Ja, ik heb ook niet... Ik heb wel een beetje vetjes overal. Dus ik heb ook geen brokjes buik. Nou, dan gaan we naar de kleren. Je hebt alledaags en formeel. En nou, alledaags kun je dus een stijl uitkiezen. Je hebt verschillende stijlen. Let's see what we got. Wat ik wel heel erg mis is dat je zelf je kleuren kan bepalen. Je hebt wel standaard kleuren en zo. Maar ik mis er toch wel een paar. Ja, meestal heb ik een hemdje aan. En
wat is hier allemaal nog? Ja, dit soort dingen draag ik nooit. Even kijken voor een broek. Meestal draag ik wel zo'n kleur broek. Ja, ik denk dat ik toch maar voor het hemdje ga. Of t-shirt, kan ook. Nee, ik ga voor het hemdje. Oh, je kan ook zo over straat. Ik heb meer zulke hemdjes eigenlijk. Pretty in pink. Voor degene die het nu nog niet doorhebben, I love pink. En schoenen. Nou, ik heb altijd sportieve schoenen aan. Ik heb van die hele leuke voeten. Waar ik alleen maar sportschoenen. Ik moet stevige schoenen aan. Ik kan geen hakken aan of zo. Daar kan ik gewoon niet op lopen. Dus ik heb stevige schoenen. En ik draag eigenlijk alleen een ketting. Geen sieraden. Alright, formeel. Tja, nou zal je mij niet zo snel in een jurkje vinden. Maar nu heb ik wat leuke zomerjurkjes gekocht. Dus laten we gewoon even wat jurkjes aan. Ik vind dit echt een trouwjurk. Ik vind deze wel leuk. Oei, heb je alleen maar dit soort schoenen? Ja, ik kan niet zulke hoge hakken dragen, jongens. Nou, dan moet ik maar voor die gaan. Die is minste hak. Sportief. Meestal draag ik een hemdje of een sport, zoiets zeg maar. En een korte broek. Deze vind ik eigenlijk leuker. Past meer bij me. En natuurlijk in het roze. Alhoewel, ik heb nou een geel met witte. Zo'n modelletje. Oh, die schoenen die kunnen wel blijven. Sleepwear. Ik vind die leuk. Alleen die sokken hoeven er voor mij dan niet bij. Wat ik gewoon echt niet snap, is dat de schoenen zijn bij de nachtkleren. Dus ik doe wel sloffies aan. In roze natuurlijk. Party clothes. Ja, ik zou dit wel aandoen eigenlijk. Meer zo, denk ik dan. Of zo, nee zo. En de schoenen zouden laag zijn. Oh, wacht. Oh. Ja, deze doe maar.
Ik draag geen oorbellen of... Ja, ik draag een ketting met mijn naam, maar die staat er niet bij. Make-up. Ik draag vrij weinig make-up. Ik word er ook niet beter op, zie ik. Ik draag het allemaal niet, jongens. Ik draag ook geen blush. Ik draag helemaal niks, eigenlijk. Het enige wat ik draag... is... vaak lippenbalsem. In een kleurtje. En meestal is dit zacht rood of lichtroze. Ik heb van mezelf best rode lippen. Ik vind het helemaal niet staan. Ik doe helemaal niks. Misschien dat ik dan toch deze doe. Omdat deze dan wat meer shiny is. Dat ik hem zo doe. Nee, ik doe hem wel zo. Van mezelf heb ik een beetje... ja, een beetje dit. Ik doe deze, want die is een beetje nude. En ik hou van nude. Ik ben nog niet helemaal tevreden, jongens. Ik ga toch nog even kijken hoe ik eruit zie met... dit haar. I don't know. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Maar omdat deze video zo lang wordt, denk ik dat ik het voor vandaag in elk geval even hierbij hou. En ik ga er nog wel vaker mee puzzelen. Dus er zullen wel meerdere versies van mij online komen. Want dit klopt niet. Dit is, ik heb dit anders of zo. Maar dit is wel een beetje in de richting... Het is nog best lastig, jongens, hoor. Zo jezelf maken. Het is echt nog wel lastig. Moet je er eens in kijken. Zal een bril mij staan? Oh, nee. Nope, I'm not the glasses wearing. Ja. Ik ga het hierbij laten. Ik wil jullie nog even meenemen naar de persoonlijkheid. En de loopjes. Dit is het parmant loopje. Ik weet niet, volgens mij loop ik niet zo. Dit is verwaand, maar ik ben niet verwaand. Brani loop. Ik loop altijd wel heel snel. Ja. Dit is stoer. Oh nee, dit is vrouwelijk. Nou, ik ben niet vrouwelijk. Stoer loopje. Nou, zo loop ik ook nooit. Zo loop ik helemaal nooit. Springerig loopje. Dit heeft wel wat van mij en... oh nee, deze helemaal niet. Want deze loopt met de voeten heen en weer. Ja, ik loop ook niet zo. Ik loop gewoon. Nou, ik denk dat ik dit een beetje ben. En dan komen we nog bij kies een doel. En ik ben sportief. Laat ik maar gewoon bodybuilder doen. Oh, je kan ook een mixoloog worden. Ik ben ook geen grappen maken. Ik ben ook niemand iemand in liefde. Ja, het spijt me, maar geld boeit me ook niet.
Ja, ik denk dat ik toch maar voor de sport ga. Jammer dat je dan bodybuilder moet kiezen, want ik wil geen bodybuilder worden. Ik hou gewoon van sportiviteit. Nou, ik ben heel erg actief. Ik kan heel slecht stilzitten. Ik ben ook altijd opgewekt. Ja, ik ben ambitieus. En ik ben ook goed. Maar ik ben ook een boekenworm. Ja, ik doe goed. Want anders heb ik zoveel van hetzelfde. Ja. This is it. Dan klik ik hierop. Hout houden, opslaan. En opslaan. En dan kan je hem ook nog delen. Met in de galerij. Maar zoals jullie zien heb ik geen internet. Dus kan ik dat nu niet doen. Ja, voor nu is dit het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En willen jullie nog meer dingen van Creëren Sim zien? Omdat er best wel veel. Ja, er staan al heel veel filmpjes online. En ik vraag me af of jullie dat leuk vinden om nog meer ervan te zien. Of dat dit genoeg is. Ik weet het niet zo goed. Dus laat het me even weten. Ja, willen jullie nog meer zien? Ik wil best nog wel een man maken of zo. Of iets anders. Laat het me weten. Hey, bedankt voor het kijken. Fijne vakantie. En tot de volgende keer. Doei doei.